daarna. Captain Marvel. Dus ik ben benieuwd hoe ik er dan straks uitkom te zien. Het heeft mij wel heel erg laten nadenken over hoe ik nu verder wil met YouTube. Een buurvrouwtje hier uit de straat. Een hele goede morgen. We starten weer een nieuwe weekvlog. Ik ben Janneke van Huisje Weltevree en ik vlog eigenlijk wel elke dag met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. Weet je zeker dat je deze video wel helemaal leuk gaat vinden? Doe me zeker zoals het duimpje omhoog. Laten we dit keer voor de 70 likes gaan. Ja. Meestal als ik ze vraag, krijg ik ze ook. Dus dat is echt heel erg cool. Ik vind het echt leuk dat jullie dat doen. Want ja, het maakt mij blij van... Nou, het is een soort van beloning voor je werk of zo. Ik weet het niet, want het is best wel wat werk. Het opnemen is misschien wat minder werk. Maar het editen ervan en de tijd eraan spenderen is gewoon best wel een werkje. En je krijgt er natuurlijk niet voor betaald. Dus die duimpjes zijn een soort van... Ja, oké, ik heb het goed gedaan. Ik heb het goed gedaan. Nou, zoiets. Nou, laat maar. Ja, voor vandaag. Opgestart met hoofdpijn. Zoals jullie in de vorige week vlog hebben kunnen zien, was ik een beetje aan het hannesen met mijn eten. En ja, ik wist niet zo goed of ik door moest gaan met koolhydraatarm eten. Of dat ik iets koolhydraatrijker moet gaan eten. Maar ik heb voor mijn gevoel, ik sta qua gewicht, sta ik stil. Heb ik het idee dat ik weer even terug naar de basic moet. Om me weer goed te voelen. Want ik zag gewoon in andere video's dat ik me veel beter voelde. Gelukkig heb ik die video's, want anders had ik dat niet meer geweten. En denk ik van, nou weet je, het gaat alleen maar slechter met. Maar dat is dus niet zo. Ik ben gewoon dingen gaan eten die waarschijnlijk gewoon helemaal niet binnen mijn dieet, mijn lichaam, passen. Waardoor ik weer hoofdpijn krijg, weer moe ga voelen, weer lusteloos ga voelen. Dus ja, het is even een speurtocht. Ik start gewoon de dag weer met water, koffie, shake en 2 vezeltabletjes. Want die, als je zo koolhydraatarm beperkt gaat eten, dan krijg je ook minder vezels binnen. En ik had nog een potje vezels staan van Herbalife, dus die heb ik dan maar gewoon, die gebruik ik dan maar gewoon. En die helpen goed. Dus ik neem er nu 2 in de ochtend en dat is eigenlijk gewoon voldoende. Want je hoort er 6 op een dag te nemen, maar dat is voor mij veel te veel. Dus dan zie je, ieder lichaam is ook gewoon anders hoe het reageert. Ja, ik ga mijn ontbijt nuttigen en ik ga eventjes Arrow kijken. Het regent. Het is helemaal geen leuk weer buiten. En straks moet ik nog even editen, wasjes draaien. Maar ik start de dag met Arrow. Ja, en als lunch heb ik dit. Dat is gewoon 2 eieren geklutst. Een omelet van gemaakt. Er zitten tomaatjes in. Er zitten plakkaas in. En ik heb roomkaas ertussen gedaan. Beetje mayonaise. Want ik heb natuurlijk helemaal nog geen vet op. Dus ik moet wat vetten eten. Gebakken in kokosolie. Dat helpt ook heel erg mee in het vet. Dus dit is mijn lunch en het is nu 2:30. Het is vrij laat dat ik lunch, maar ik had ook niet eerder honger. Dus. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Maandag 4 of 5 maart, ik weet het niet. Flinke migraine mij opgestaan. Het is nu inmiddels 2:30. En nou ja, ik heb wat ingenomen, maar het gaat nog steeds niet helemaal lekker. Ik kan niet goed nadenken. Om nou weer naar bed te gaan is ook zo wat. Ik heb de hele ochtend al geslapen. Dus nee. Oké. Er wordt niet veel van vlog deze dag. Ik moet wel naar de winkel strakjes. Dus ik hoop dat als ik nog eens een keer wat inneem dat het dan nog beter gaat. Maar ik moet wel naar de winkel. Ik moet natuurlijk eten maken voor Danielle en voor mij. En ik had iets gevonden wat we allebei konden eten. Tenminste, er zaten wel lasagnebladen in, maar dat kan ik voor mezelf alweer vervangen door iets. Dus, over en uit. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en het is vrijdag 8 maart. Agnes is vandaag jarig en ik ga dus zo meteen even op visite en meteen ook even oppassen. Want Tim heeft weeksluiting, is niet heel handig om het kleintje allemaal mee te nemen. Dus Agnes, ook vanuit de vlog, gefeliciteerd met je verjaardag. Gisteren naar de film geweest, Captain Marvel, samen met Daniela, Michelle en Judith. Dat is een vriendin van Daniela. We gaan naar Captain Marvel. We lopen nu in de bioscoop. En ja, super toffe film. Thuis gekomen, mijn bed ingedoken en geslapen. En 8:30 vanmorgen wakker geworden. En ik heb popcorn gegeten.
En ik moet sowieso even iets opbiechten, dat doe ik straks wel, over het dieet. Want de afgelopen dagen gaat het niet helemaal volgens het boekje. Ik moet weer even terug naar de basics. Maar goed, dat vertel ik jullie vanmiddag. Want nu moet ik even opschieten, even mijn shake drinken, koffie drinken, water drinken en bellen uitlaten. Dan ga ik even weg en vanmiddag kom ik terug. Ik moet ook wel naar de tandarts vanmiddag. Maar ja, dat is controleafspraak, dus dat stelt ook niet zo heel veel voor. En dan praat ik jullie even bij. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag 9 maart. Ja, mijn haren zijn nog een beetje nat. Ik heb vanmorgen gedoucht, mijn haren gewassen. Want ik ga straks naar een kapster hier in de straat. Dat is super handig. Gewoon een kapster in je straat hebben. En die is net gestart met haar... Ja, ze is kapster aan huis, maar ze doet het ook in haar schuur, zeg maar. Ze heeft een beetje, denk ik, een soort van kapsalon gemaakt. En ik ga naar haar toe. Dus ja, het is toch hier in de straat net zo makkelijk om daarheen te gaan. Dat ga ik doen, dus ik ben benieuwd hoe ik er dan straks uit kom te zien. Maar ik denk, dat is misschien wel handig dat ik alvast wat natte haren heb. Maar ik weet niet wat er gaande is met mijn kastje. Dit kastje hier. Als ik op de bank zit... Hoor ik telkens. En dan valt er iets. Ik durf dus nu het deurtje niet open te maken. Maar het is net of er steeds wat valt. Maar ik moet toch echt dat deurtje openmaken. Want als er iets in zit, als er een muis of een beest in zit, dan moet hij er toch ook uit. Anders vreet hij allemaal papieren op. Ja. Sleutel voor Fleur hier eruit gehaald. Ik ga achter het deurtje zitten. Is ook niks. Misschien moet ik gewoon even op een kiertje laten. Als er wat in zit, dat het eruit kan. Ik ben op zich niet bang voor muizen of zo, maar als ze dan uit zo'n kast zouden springen, zo vroet, en dan over je heen lopen, daar hou ik toch helemaal niet van. Ik ben ondertussen de documentaire van Michael Jackson aan het kijken, Leaving Neverland. Die was gisteravond op televisie. Maar ja, ik was in slaap gevallen op de bank en ik sowieso wist ik niet dat het op was. Ja, het gaat over... Nou ja, dat ben ik dus nog niet, maar het gaat dus over de pedofiele praktijken die Michael Jackson gedaan zou hebben. En ik weet het niet. Ik heb er geen mening nog over. Ik ben een groot fan van Michael Jackson. En heel veel fans zeggen hij is onschuldig, onschuldig, onschuldig. En ja, als je... het is gewoon heel lastig. Weet je, die man is natuurlijk ook heel... rot opgegroeid en of rot, hij is natuurlijk als kindsterretje is hij opgegroeid, altijd met media om zich heen. Hij heeft ook geen normaal zelfbeeld kunnen ontwikkelen, hij heeft ook helemaal geen normale jeugd gehad. En ja, zoals nu ben ik bij het gedeelte zeg maar dat hij met kinderen afsprak en gewoon met ze speelde, weet je. Hij had gewoon leeftijdsgenotenachtige, weet je, met speelgoed gewoon echt spelen en... Maar ja, ik ben dus benieuwd waarop het stuk komt dat hij dan daarin doorslaat of zo. Maar dat hij op kinderlijke manier wilde spelen, kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Als je geen jeugd hebt gehad, dan snap ik dat wel. Dat je dan nog eventjes je jeugd wil inhalen. En dat je denkt in je hoofd dat je nog veel jonger bent of zo. Maar dat is van NPO 3 en er zit dus ook een aan tafel panel. Zit een psychiater of een psycholoog zit erbij. Sef, een zanger, zit erbij en nog iemand zit erbij. Ik heb niet heel goed opgelet, want dat stukje heb ik dus doorgespoeld. Dat is wel makkelijk. Bij NPO 3 kun je dus gewoon wel doorspoelen. Dus ik heb doorgespoeld op een gegeven moment tot aan dat Leaving Neverland begon. En achteraf zullen ze dan nog wel erover praten, denk ik. En een mening over geven. Maar ja, ik ben benieuwd. Het duurt 4 uur. Het is wel lang. Het is echt heel lang. Maar ik wil dan toch weten... wat ze dan zeggen over hem. Al ben ik van mening dat hij dat niet gedaan heeft. Maar ja, ik ken hem niet. Hè? Ik ken Michael Jackson natuurlijk niet. Niemand kent hem echt goed. Alleen de mensen die heel dichtbij hem waren. Weten 100% zeker wat er is gebeurd. En nu hij dus dood is. Ja, is het heel makkelijk om allemaal dingen, geruchten te verspreiden. Of om met je waarheid eindelijk naar buiten te komen. Dus het is zo. Ik vind dat zo moeilijk. En juist nu ook op YouTube natuurlijk heel veel gaande is over pedofiele praktijken. En de reacties worden uitgeschakeld. Heeft mij wel heel erg laten nadenken over hoe ik nu verder wil met YouTube.
Ik vind het te groot om aan voorbij te gaan. Ik vind het lastig. Ik vind het heel leuk om de gastkinderen, weet je, om dat verhaal zeg maar compleet te maken in de week. Dat ook de gastoudervlogs er zijn. En ze horen er gewoon helemaal bij. Maar ze zijn nog zo jong. En dan denk ik van, als er op die manier naar ze gekeken wordt, dan ga ik eigenlijk gewoon... Dus ja, ik moet gewoon eens even kijken hoe ik hiermee verder wil. Sowieso de reacties zijn uitgeschakeld. En naast het feit dat de reacties worden uitgeschakeld, wordt ook nog eens je kanaal bevroren. Dus je groei stopt gewoon. Want je wordt niet meer aanbevolen bij andere video's. Je wordt een beetje een soort van onzichtbaar op YouTube. Dus het schaadt ook je kanaal enorm. Dus ik moet daar een oplossing in gaan vinden. Ik ga gewoon door met YouTube, maar misschien op een andere manier. Dus daar moet ik nog even hard over nadenken. Ik ga even opschieten, want ik moet zo meteen naar de kapper. Yeah, weer terug. En kijk, ik heb weer een beetje krulletjes teruggekregen. Super gezellig. En dat is gewoon een buurvrouwtje hier uit de straat. Ik kan er gewoon lekker heen lopen en ik was gewoon lekker geknipt. Dus ja, ik ben weer helemaal blij met mijn nieuwe haar. En wil je ook geknipt worden door haar? Ze is net begonnen. Zij heet Lely Kapper. En je kan haar vinden op Instagram. En op Facebook kan je haar vinden. Ik zal hieronder eventjes een linkje plaatsen. En mocht je in Lelystad wonen en je zoekt nog een leuke kapperster, dus ook thuiskapster, ze komt ook bij je thuis. En op verzoek kan ze misschien ook even ruimte maken in haar eigen ruimte waar ze ook knipt. Want ja, ik had hier zoiets van, ja, met Bella erbij is helemaal niet handig, want dan kom je weinig tot knippen. Als Bella de hele tijd geëid wil worden en zo, dus ik was al lang blij dat ik even bij haar geknipt kon worden. Dus, ja, aanrader, helemaal leuk. Dankjewel Wendy. Voor nu ga ik opruimen. Ja, het is natuurlijk zaterdag. Lamellen zitten hierachter nog helemaal gewoon dicht. En het is gewoon even een puinbak hier zo in huis. Dus het moet gewoon even lekker weer opgeruimd worden. Bosjes gedraaid worden. En ja, dan is zaterdag wel weer zo voorbij. Want kijk, hier de tafel ligt helemaal vol. Ja, weer naar mijn hoofd. De tafel ligt een beetje vol, dus dat moet ik even opruimen. En, ga ik doen. Ik zie jullie later weer. En ik ben blij met mijn lichte hoofd weer. Oh. Ja, inmiddels zit mijn haar helemaal niet meer. Maar nu is de mol. En het is de finale. Dus het is altijd zo'n speciale uitzending. Dat vind ik altijd nooit iets. Maar ik wil wel weten wie de mol is. Ik denk Sarah. Maar ja, ik heb het al die tijd fout gehad. Dus... Ik ben benieuwd. De mol is weer afgelopen en het was gewoon Merel. Had ik echt niet zien aankomen, jullie? Nee. En ik had jullie nog beloofd om een update te geven over mijn eten. I fell off the wagon. Ja, ik heb het verpest. Ik heb ketose verpest. Ik heb brood gegeten. Ik heb aardappelen gegeten van de week. Het is een beetje een gekke week. En dan merk ik gewoon als het overweldigend druk is dat ik de focus gewoon niet heb om het vol te houden. En ja, I fell off the wagon. Het is voorbij, ketose. Dus nu moet ik de keuze gaan maken. Ja, wil ik weer helemaal overnieuw beginnen? En ja, weer zo strikt. Of wil ik gewoon op mijn gewicht gaan letten en een combinatie gaan maken met ja, zilvervliesrijst, weet je, volkoren pasta's en volgranen brood of wel gewoon koolhydraatarm brood. Ik heb natuurlijk mijn jipbroden nog liggen en die kunnen gewoon nog prima opgegeten worden. Maar ja, het was natuurlijk een testcase omdat ik ook veel hoofdpijn heb en dat heb ik ook de afgelopen dagen weer flink gehad en vorig weekend ook gehad en dan begon het eigenlijk al een beetje mee. Dat ik nu even een beslissing moet gaan nemen, ja, van wat wil ik doen? Wil ik weer terug naar keto dieet? Weer helemaal alles opnieuw ervaren dan ook. Ik denk dat ik dan ook weer ketogriep krijg en zo. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Dus ja, ik ga dat even overleggen. Suzanne die helpt me hierbij. En ik ga het met haar wel even overleggen, want ik heb het verpest. Ja. Gisteren zelfs pizza besteld. Maar het was zo lekker. Ja, het was echt lekker. Maar ja, weet je, het is niet de bedoeling. Ik wil die kilo's eraf en ik wil me goed voelen. En ik voel me dus niet goed bij veel koolhydraten. Dat is gewoon een ding. En veel suikers. Ik heb paaseitjes ook gegeten. En ja,
Ik weet gewoon dat ik morgen dan weer wakker word met hoofdpijn. Ik doe het gewoon echt zelf. Dat is me nu wel duidelijk. Maar ja. Mijn handen zijn te snel om het in mijn mond te stoppen. En ja. Nou ja, we moeten er een andere manier op verzinnen. Maar goed, deze weekvlog zit er weer op. Vond je het weer leuk? Ik geef hem zeker een duimpje omhoog. Abonneren kan hier onder op de abonneerknop. Reageren weet ik niet of dat kan. Want het wordt aan en uitgeschakeld door YouTube. Sorry voor dat alvast. En ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe weekvlog. Van de week weer in een nieuwe gastoudervlog. En anders in een shopvlog. Doei doei!